Hurt. Kom dit zien. Wat gaan wij doen? We gaan zo eerst de prijswinnaars bekendmaken. Dan hopen we nog degene die het meeste sponsorgeld opgebracht hebben, even hier te krijgen. En daarna is het spannende moment dat... Dus heb je een dikke potte meneer bij je dames? Want zo'n mooi speelhuisje wou ik maar graag in de trein hebben staan. En jullie? Kom. Ik denk dat het grootste gedeelte van ons publiek met de kinderen voor ons staat. Hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij en dat jullie de hele organisatie van Nuttendorp al die jaren gegeven hebben. U hebt de kinderen, dit jaar ook weer 800 kinderen aan onze zorgen toevertrouwd. Het is niet niks. Beste mensen, wat is Nuttendorp toch een prachtig evenement. Met veel kinderen, met veel ouders, veel betrokken mensen, veel vrijwilligers. Die allemaal ervoor zorgen dat we dit met elkaar in de gemeente Stelbos kunnen doen. Ik ben daar best trots op dat op deze manier dit gaat. En dit ook tot stand is gekomen nu al voor de 12e keer geloof ik. En dat doet me erg deugd. En een van die trekkers daarvan is natuurlijk Albert Bouwman. En ik wil Albert ook even in het zonnetje zetten. En ik weet dat hij daar eigenlijk wel een hekel aan heeft. Want als je hem in het zonnetje zet, dan zal hij direct zeggen... Ja, maar ik kan niet alleen, want anderen staan allemaal achter me en naast me om het te doen. Dat kan best zijn, Albert, maar jij bent wel de voortrekker van geheel. Je bent het boegbeeld van de stichting van Nuttendorp. En dat heb jij in de afgelopen 12 jaar op een voortrekkige manier gedaan. Wat ik daarvan mee heb gekregen, is het altijd de manier waarop het je doet. Het is heel aanspreekbaar. Het is voor kinderen heel erg begrijpelijk. Het is voor kinderen ook... aanspreker dat zij ook altijd vaak naar jou luisteren en op jouw oproep afkomen. De praatje dat je er al even mee doet, dat spreekt de kinderen ook aan. Dus jij voelt dat goed aan en je hebt dat uitstekend gedaan. Daarvoor wil ik jou dank zeggen. En ik begrijp heel goed dat jij met een dubbel gevoel hier staat. En misschien sta jij over een jaar wel op de viaduct op de dijk te kijken hoe het hier gaat. En misschien voel je dan wel een grote gat. Maar ik denk ook dat jij hier toch wel blijvend bij betrokken wilt zijn om ook mede weer inhoud te geven aan dit prachtige feest. Albert, bedankt en nogmaals, fijn dat je dat werk allemaal hebt gedaan. Met een handdruk. Dank u wel, burgemeester. Dank u wel. Plaats te nemen op deze wagen. Jury. En het is dit jaar geweest, meneer de vrouw. Gisteravond zijn we hier een paar uur bezig geweest om aan alle rugjes te trekken.
te keuren, van binnen te kijken. Het zag er weer mooi uit. Ik heb ze geen enkele ontdekt die niet stevig was. Maar dat is natuurlijk logisch. Als je ieder plankje 86 spijkers inslaat, dan staat alles heel stevig op zijn plek. We hebben heel bepaalde gevallen, moesten we even kijken, is nou die hut de mooiste of die? Maar we hebben met z'n allen, jury, het goede gevoel dat degenen die nu een prijs hebben gewonnen, hem ook eerlijk verdiend hebben. Een beetje het gevoel, we hadden toch andere hutten waaraan je duidelijk kon zien hoe kinderen hun best hebben gedaan, ook wel wat gegund. Maar er is maar één prijs per groep. En die zal meneer Bouwman nu gaan vertellen. Dank u wel, meneer De Vrel. In aansluiting daar even op, ja, wat meneer De Vrel ik zeg, er is maar één winnaar per groep. Dan mag je hier even voor blijven staan. In deze kring. Ja, ga er maar weer af, want anders dan hebben we plek. De jongens van groep 5. Zijn ze er nog? Mark de Lange. Huppa, gewoon over het hek heen. Tussen de spijlen door of eronderdoor. Maakt niet uit als hier iemand op de wagen komt. En dit zijn de bouwers van hut 1. Dit zijn de handige knaapjes. Heren aannemers onder u. Kijk goed naar deze jongelui. Ze hebben de toekomst. Claudia Mulder, Elise Knoppert, Clariska van de Kraats, Judith Boot, Rosanne van der Waard. Dan de jongens van groep 6. De mannen van de knuffels. Geef ze een applaus. Die jury die kon er ook niet afblijven van jullie knuffels. Erik Slager, Niklas Slager, Hinze Spieker. Jongens, we hebben jullie dit voor elkaar gekregen in 2 dagen tijd zo'n molen te bouwen. Hebben jullie dit lang over daar van te horen? Waardoor die spellen geef niet hoor. Je hebt die stinkende best gedaan, dus die pellen die komt wel weer een nieuwe voor. Het fruitstalletje, hut nummer 55. En ga jij er ook even bij staan, mevrouw de burgemeester, want jij hoort daar ook bij, hè? We hebben één bouwer minder afvang te nemen. En we zullen het overbrengen op hun collega's. Dankjewel. En dan de laatste ontvangen. Het duus op de tippen. 112. Jongens, ook gefeliciteerd. Maar even staan. Alle winnaars van harte gefeliciteerd met jullie prijs. Wij gaan ergens in begin oktober, maar daar krijgen jullie dan nog wel een bericht van. Gaan we samen weer een gezellig dag. Uit. 200 euro, Elise Huls 200 euro. Martine Mulder 200 euro en Elise Huls ook 200. Is dit mooie bedrag bij elkaar verzameld hebben voor Stichting Ontmoeting. Met dames en heren, jullie alles van dit huis wat hier te veilig staat. Jan, ja, te gauw, te gauw. Jan is er wel, maar Jan die denk ik rek nog even. Want... Kijk, nu krijgt Jan persoonlijk een hartelijk applaus voor u allemaal. Jan de Bendeleider heeft voor het zoveelste jaar met deze bedrijf van de Sluis. Het was altijd de gewoonte dat transportbedrijf van de Sluis de hut op de plek brengt. Ze doen er een postzegel op en dan wordt die Franco bezorgd. Mag ik ervan uitgaan dat het dit jaar weer het geval mag zijn? En binnen de gemeente... Dankjewel, organisator, organisatie, jongens en meisjes, dames en heren. Er staat weer een heel mooi, je zei het al, geen hut, het is een heel mooi tuinhuis. Op het internet kon je al zien hoe hij afgelopen weken of afgelopen dagen in elkaar gezet is. Het is, ik zat even te tellen, 200 dakpannen bij bijna. Dus
er komt iets heel moois naar voren. Ook vorig jaar hebben we gezien dat er een mooi huisje was. Die staat ook op een hele mooie, prominente plaats. Dus iedereen heeft een jaar lang kunnen aanhikken van er komt volgend jaar weer een nieuw huis. Je zei het al, afgelopen twee jaar ook eentje geveild. Deze is volgens mij nog mooier. Dit is volgens mij echt typisch iets voor Staphorst. Een mooie overkapping, een luifeltje eraan. Wat is er nou mooier om daar met de zomerdag in de avond gewoon achter in de tuin met twee tuinstoelen onder de overkapping voor te zitten. Eigenlijk is dit een briljant ontwerp. De firma van der Sluis die plaatst het binnen de gemeente, bijna in de achtertuin zou ik haast willen zeggen. Als college hebben we vorig jaar gezegd dat het kan niet overal vergunningvrij, omdat we een beschermd dorpgezicht hebben. Maar we willen het wel een leesjevrij in wezen toestaan. Dus wat dat betreft krijgt u ook twee extra cadeautjes. En met die 200 dakpannen staat hier denk ik een heel waardevol tuinhuis. En ik denk, gezien de inflatie van de afgelopen tijd, moet hij toch wel een bepaalde waarde hebben. Hij is bijna helemaal gereed. Je zou hem nog kunnen overschilderen. Hij zit in de grondverf. De ramen zijn mooi geschilderd. Echte ramen zitten erin. Het is een uniek gebouwtje. Ik zou haast willen zeggen, wie doet de inzet voor dit unieke tuinhuisje, waar er maar één van is, waar de bouwers deze week aan gewerkt hebben. Wie mag ik vragen om een inzet te plegen? €100 is hier geboden. €100, dat is voor 200 dakpannen is dat een weggeefprijs. Dus daar komt ongetwijfeld een bod overheen. Daar wordt geboden. €200 is daar geboden. €1000 is daar geboden. Haha, dat gaat in ieder geval met een goede stand. €1200 is daar geboden. €1200 is ook nog een weggeefprijs hoor. Per dakpan is er nog maar €6. Dan zijn de planken gratis en de ramen zijn nog gratis. €1300 geboden. €1300 is daar geboden. Wie gaat over €2000 heen? Het is de laatste kans. Ook niet ergens dichtbij het huisje. Met die 200 dakpannen en €2000 is het nog steeds geen geld. €2150 is daar geboden. Ah, daar ben ik wel blij mee. Ik ben begonnen zo straks, dus €2150. Laatste kans. €2150. Daar. €2200. €2200 is daar geboden. Wie gaat over €2200 heen? Goed doel. De organisatie is er heel blij mee. €2250. Wie maakt er nog weer een rond getal van? Eenmaal. Andermaal. Niemand meer. Wat is die verkocht voor €2250? Dank u wel. Organisatie, dat is een mooi bedrag. Dellen, hartelijk dank dat u hier een prachtige dag voor deze schitterende woning hebt op kunnen leveren. Wij volgen dit programma. Op programma even.